Hey jongens en meisjes, dames en heren. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Voordat ik verder ga, wil ik even vragen of jullie een duimpje omhoog willen geven. En heb je nou een vraag voor ons, stel het even in de reacties. En dan gaan wij voor jou aan de slag. Wat ik vandaag ga doen, ik ga jullie laten zien hoe je je schaar, je bottenschaar, weer zo goed als nieuw kan maken. Dus als jij een schaar thuis hebt, dan na verloop van tijd wordt hij natuurlijk bot. En dat zal je ook merken, hij knipt moeilijker en het is hartstikke vervelend. Maar het enige wat je hiervoor nodig hebt is een stukje schuurpapier. Daar heb ik een klein stukje van afgeknipt. Die vouw je dubbel, zodat je aan allebei de kanten het schuurpapier hebt zitten. En het is eigenlijk vrij simpel, want het enige wat je nu gaat doen, dat zal ik jullie laten zien, is hele kleine reepjes van het schuurpapier afknippen. De druk die je hierbij uitoefent op het schuurpapier met de schaar zorgt ervoor dat die geslepen wordt en weer zo goed als nieuw gaat worden. Een voordeel hiervan is dat dit natuurlijk een ontzettend goedkoop alternatief is. Daarom raad ik iedereen aan om dit te doen. Knip gewoon een paar keer en voel of je scherp is. Wat ik je wel aanraad is na het gebruik even de schaar schoon te spoelen met water. Want er blijven natuurlijk allemaal kleine kruimeltjes op zitten. En dat wil je niet bijvoorbeeld in je eten hebben. En dan zie ik jou de volgende keer bij een nieuwe video van Handig. Dat is handig!